Hey mensen, top dat jullie kijken. We hebben deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, zeker. Als we dit opnemen is het natuurlijk vrijdag, middag al. Nou, vrijdagochtend is het nog. Hey, kijk wie er is. Hallo. Kom eens kijken. Goedemorgen Gert. Ja. Goed dat je er weer bent, jongen. Ja, straks kijken. Gert heeft toch echt iets tofs bij. Gaan we dadelijk even naar kijken. Ja. Er zit wel een berg in de elektronica in, dus ik weet niet of je dat te mooi vindt. Nou, dat wou ik zeggen. Hey, maar daarover later meer. We gaan eerst even wat dingetje opruimen en zo. En dadelijk die hydraulische kettingzaag even aankoppelen. Ja, eigenlijk was de planning om vandaag de kraanbaan te gaan demonteren. Maar degene die eigenlijk zou komen ophalen, die is er niet. Dus hij blijft nog even staan. Komt eigenlijk ook wel goed uit natuurlijk. Want we hebben ondertussen ontdekt dat die originele motor van de 69, ik denk dat dat niet de motor wordt die er terug in gaat. We moeten er nog één testen. Die staat nou dus op de testbok. Dus die gaan we waarschijnlijk deze week bij DSP testen als het goed is. En dan weten we welke motor de beste is. En dan kunnen we die gaan assembleren. Kunnen we gaan, tenminste gaan monteren in de 69. Moet je kijken. Die katten hebben geen respect voor de tank. Zie je dat? Wat zijn het toch wel rottingen. Overal kattenpoten. Nou ja, dat is niet zo'n groot probleem. Ja, ik zag het op de bewakingscamera. Ik denk, hé, allemaal beweging rond de tank. Kijken hoe die katten hier allemaal overheen lopen. Man. Ja, er waren al mensen die maakten zich zorgen over de achteras van de Hilux, omdat die op de grond lag. Maar het punt is, we moeten er ook nog even aan sleutelen. Hij is natuurlijk gestraald als je spoten. En als ik hier in voel. We hebben hem wel dichtgemaakt, maar daar zit gewoon een straalgrit in. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg, als je hem goed schoonmaakt. Maar dat wil je natuurlijk absoluut niet daar in onze tandwielen hebben en in de lagers. Dus we moeten hem dadelijk demonteren. We gaan hem helemaal uitspoelen, goed schoonmaken. En dan kunnen we binnenkort gaan monteren. Voor nieuwe keringen erin, zo te zien. Deze die zijn, nou is het toch, hier ligt het veertje van de seal. Dus die is niet meer geweldig, zullen we maar zeggen. En nou we toch open hebben, moeten we ze sowieso vervangen. Want dat zou gewoon een gemiste kans zijn natuurlijk. Hè. Hier zit ook een O-ring, zie ik wel. Daar moet ook een nieuwe op. Oké, die kunnen we dadelijk uit elkaar schroeven en schoonmaken. Zo, dat was handig als we hier nou een kraanbaan hadden. Hè. Kon gewoon zo meer optakelen naar daar toe doen. Maar dit moeten we even op een andere manier doen. Hij is echt zwaar, hoor, dit ding. Dat is echt niet... Daar ga je niet voor de lol mee wandelen. Wat hoor ik. Die moeten daar oppassen als het goed is. Ah, er staat geen pijl op ook. Ah, gelukkig. Misschien even uitzoeken. We hadden het er net over draairichting van hydraulische pompen. Zou dat altijd dezelfde kant op zijn? Of zit daar verschil in? Is dat maar net hoe het uitkwam misschien? Ja, die motor kan natuurlijk wel... Ik heb daar net de stekker aangezet. En als de fases andersom zitten, dan draait die kant om. Is die stekker? Huh. Dan doe ik het dan gelijk. Ja. Maar ja, draait hij nou de goede kant op? Wat kan doen... Ik kan even onze fasewisselstekker pakken. Dan kan ik even hem omdraaien en kijken hoe die dan klinkt. Ja. Ah, nou. Het feestje. Zo. Eerst aanzetten. Even kijken. Dat klinkt beter. Ja. Beter dan net, hè? Nee. Dit is het. Want als ik hem zo zal nog een keer andersom doen, maar volgens mij dit is een beetje een raar geluid. Dus dit is gewoon echt niet goed. Oké, nou, wissel deze even om. Klik, 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 aan en uit. Oké, goed. Dan moeten we deze even aanzetten om te beginnen. Druk maar op het knopje dan. Zou die hier olie gaan geven, denk ik? Ja, heb je hem ingedrukt? Ja. Nou. Even kijken, wacht maar eventjes. Even zien, op welke bekrachtigen wij nou en waar zit hij aan? Want misschien dat we wel helemaal niet aan de juiste klep zitten. Eigenlijk had ik die koppeling er even aan moeten laten zitten, want daar hadden we gewoon druk op kunnen bouwen. Daar gewoon meteen zien. Niks. Dan draait hij misschien dus toch wel verkeerd om, hè?
Ik heb het zo proberen dan. Ja dus. Daar is het. Ja. Dit is het voor. Ja, druk ze. Ja, daar hebben we olie. Oh. Man, man, man. Ja. Nou, lekker degelijk dan. Jongen, jongen, jongen. Sterk dat ik ben. Oké, zet hem maar uit. Ja, druk ze op knop. Hij draait verkeerd om, hij wil verkeerd omdraaien. Ja, hij draait wil verkeerd omdraaien, wacht maar even. Ja, doe eens. Ah, doe het wel. Water erop, stuk uit de betonzaag, hè? Ja, zet de kraan maar een beetje aan of buiten. Ja, doe ik een knopje. Nog even los, een knopje. Nou, daar zit hij weer. Die klep die moet wegkomen. Ja, die hydraulische klep is gewoon waardeloos. Ja, nu doet hij het. Dan bouwt hij nog een klep op. Ja. Zet hem druk op de knop. Geweldig ding. Is dat wat? Nou ja, hij zaagt wel. Het is alleen dat je verschrikkelijke kramp in je onderarm krijgt om dat ding in te drukken. Dat is echt niet om te doen eigenlijk. Maar dat zouden we wel kunnen blokkeren. Hè? En gewoon met een andere klep aanzetten. Je kunt er een gat mee maken in de betonvloer. Als je maar genoeg tijd hebt. Hé, hey, we gaan eigenlijk even boterhammetje eten. Ziezo, we hebben even lekker boterhammetje gegeten. Ja, even conclusie over de zaag, hè. Hij doet het. Wat ik wel denk, is dat hij veel te langzaam draait. Dus volgens mij hebben we eigenlijk een hogere flow nodig. Dan zal hij ook een stuk sneller zagen. Wat we ook hadden kunnen doen net om andersom te laten draaien natuurlijk. Want ik heb daar de slangen omgewisseld. We hadden volgens mij ook gewoon deze stekker om kunnen wisselen hier. Oké, nou ja, de zaag doet het. Maar de hefboom is wel lurren. Hey, er zit nog steeds water op trouwens. Nou ja, maar goed, als we er echt iets mee zouden willen doen, dan kan het wel. Maar echt een groot succes zal ik het niet direct noemen. We gaan nog even andere dingen doen. We gaan de as van de huidige staak even zuiver maken. Dan is dat klaar. En we moeten even kijken naar de Volvo. Ja, dat hebben we helemaal niet verteld. Want we waren natuurlijk vorige week voor de video's, maar gisteren dus eigenlijk in Valkenswaard geweest bij Wereldie. Toen wij weg wilden rijden, startte de Volvo niet meer. Dat was echt heel schraal. En het alarm, want we hadden de auto een aantal keer van slot op slot gedaan en zo. En het alarm was een keer afgegaan en zo. Dus ik denk van, daar is natuurlijk startonderbreker. Hè? Dus op een gegeven moment, onder knopjes drukken, weer op slot van slot, weer proberen, weer klikken. Niet wil starten, op een gegeven moment gewoon de accupol losgemaakt, terug erop, weer, nog niet. Uiteindelijk gekeken, startmotor, gewoon een startmotor lurp. Gewoon het relais van de startmotor, we wilden niet inschakelen of zo. We hebben echt met een schroevendraaier, een stuk ijzer, wat we daar ergens hebben gehaald, zo met een stalen pin, zo, doorverbonden. Toen komen starten, niet meer uitzetten, naar huis rijden en dan staat hij binnen. Dus we moeten daar straks even kijken. Maar het leek er wel op dat eigenlijk de draad vanaf de startmotor naar het relais zelf losgelopen was. Dus misschien is het gewoon een kwestie van even vastdraaien. Dus we moeten daar ook even proberen. Ze zeggen, als jij veel puzzelen, Tom, wel even een mooi plusje. Ja, dit is wel, dat was wel mooi. Want, ja, die zit hier zo. Ja, rechts zo. Kijk, pas op, de gasveren. Echt hoor, het was echt brokken weer. Ik denk, dan moet ik hier dadelijk onder die auto kruipen om die startmotor te zoeken. Nee, zit gewoon hier. Gewoon hier boven. Bovenop gewoon. Hier gewoon. Kijk, hier zie je dit rode kabeltje lopen, dit. Daar, die dikke kabel, die. Die gaat gewoon daar gelijk naar de startmotor. Daar. Hier ligt de startmotor.
ligt daar net. Ik had hier de slang er op een gegeven moment eraf gehaald. Ik ging er net wat beter bij. Maar het lijkt erop dat er gewoon één moertje een beetje losgetrild is. Dat ik daarom slecht contact maak. Maar toen ik met die. Gewoon met een, ja, met een stuk staal, eigenlijk die twee terminals doorverbond, toen gooide die gewoon rond. Dus makkelijk. Waren we blij mee. Ik denk al, verdorie. We rijden met het ding alleen maar rondjes rond de kerk eigenlijk. Rijden één keer ver en daarna dan staat er meteen mee pech daar. Dat is geniaal. Het is fijn dat er toch gewoon nog auto-ontwerpers zijn die wel na kunnen denken. Je zou het niet meer denken tegenwoordig. Het zal tegenwoordig ook wel niet meer zo zijn, maar kijk eens hier. Koplampje wisselen. Niet heel je bumper eraf schroeven. Niet allemaal dingen opzij buigen. Niet 10 torque schroeven losmaken. Twee van die dingen eruit trekken. Gewoon heel de unit eruit pakken. Dan ben je toch geniaal als je zoiets bedenkt, of niet? Dat vind ik echt. Degene die dat bedacht heeft, die moet echt een prijs krijgen. Gewoon, omdat het zo goed is. Ja. Dat is een speciale lamp. Dat is dan weer minder geniaal. Hè? Dat kan er wel uit. Dat wel. Dat hadden we kunnen weten natuurlijk, hè. Dat was dan natuurlijk een xenon lamp. Hetzelfde als in het zoeklicht van de type 69 zat. Oké, maar zou die kapot zijn? Of zou er iets anders kapot zijn? Moeten wij dadelijk even links en rechts even wisselen. Oh, zit hij een beetje... Precies klem getrokken in een hoekje wat hij eigenlijk niet kan. Zit met de twee pinnetjes naar boven. Oh, dan kijk. Het pinnetje moet je gelijk zetten met hem. Het gatje. Pak ook deze. Die. Daar. Kunnen we dadelijk even vaststellen of dat hij het nou wel doet, deze. Dan weten we dat het aan de lamp ligt of aan de... Er zit een speciale voeding op natuurlijk ook, de xenon. Zo. Ik had toen een Mondeo en daar was er ook bij. Die TC3 of zo, of MK3, ik weet niet. Maar dan had ik in ieder geval het volgende model. En die had dat dus gewoon niet meer. Het zat gewoon keurig helemaal vastgeschroefd met torques en allemaal plastic dingen die aan de kant moest buigen en zo. Ja. Ging in het boekje kijken, stond echt zo, pak zo de kap en buig hem zo om. Ja, ik denk oké, dan doe ik dat wel. Ik zie, helemaal kapot. Ja, dan gaat het alleen als het nieuw is. Dus als een kantoorman is daar bedacht als het nieuw was, is dat perfect. Maar ja, ja, zo werkt dat dan niet meer als het 10 jaar oud is. Kijk eens zo. Hoe krijgen we wat ruimte? Dit vind ik een beetje spannend van zulke stekkers. Hier, oh, dat bedoel ik. Oké, draait hem bij en dan kijken we dadelijk of dat hij nog rond. Is niet? Ja, best wel. Ja, zie je wel. Best wel een stuk vast. Maar zullen we eens even kijken of hij het dan doet. Even de uitfolder opleggen. Ik wil alleen een jas geven. Nou, ik ben benieuwd. Nee, ik hoef geen jas te geven. Ik wil alleen maar weer rond te gooien. Jouw rechterlamp doet het nu. Ja. Dus dan is dat gewoon het lampje kapot. Dan moet ik even bij die lampjes bestellen. Ja, oké. Okay. Nou, perfect. Hé, hey, dat komt goed. Als jij er verder vastschroeft, dan is die alweer goed. Mooi. Alweer een klein klusje afgerond zo, hè. Laten we bij die as kijken. Kijk. Ik denk het beste gewoon deze eruit te halen. Kunnen we die eruit halen? Ja. Precies. En die moeten we echt goed uitspoelen. Want er zit daar hier in die uiteinden zit allemaal straalgrit in. Ja, oké. Okay. En er zal waarschijnlijk hier zo tussen, want hier zit ook een afdichting tussen. Die zal ook vol zitten, ben ik bang. Ja, ja. Ja, dat is stof, dat kruipt overal in. Ja, ja. Ja, even een beetje warm maken, want die moerkenslos ruikt om die draad en dan moet je uit. Zo, kijk eens. Dan kun je kop nog aan de lijn. We kunnen het kijken. Ja, we kunnen de koppeling eraf doen en dan gewoon in een fles doen. Wat denk je van de volgende keer? Ja, of nu? Dan weten we het. Dan weten we hoeveel flow hij geeft. Dan moeten we gewoon timen. Oké. We hebben hem net helemaal afgekoppeld. Ik zit te denken, we moeten misschien die pomp even uitliteren. Ik kan niet meer het type plaatje lezen. Want anders kon het wel bepalen. Want het toerental van de elektromotor, dat weten we. Maar ja, het slagvolume van de pomp, daar kun je normaal aflezen. Ja, dat is het slagvolume is eigenlijk het aantal cc dat de pomp per omwenteling geeft. Nou, als je het toerental van de motor weet, kun je gewoon heel simpel het slagvolume vermenigvuldigen met toerental. En dan weet je hoeveel liters eruit zouden moeten komen. Nou, we weten dat de kettingzaag eigenlijk 12 liter per minuut nodig heeft. Ja, ik heb de indruk dat die echt veel te langzaam draait. Dus nou kunnen we eens even kijken of dat we die, of we kunnen uitvinden hoeveel die pomp geeft. Laten we gewoon onze favoriete cola fles erbij pakken. Want ik denk dat ik dat wel aan durf. En dan doen we hem gewoon timen, denk ik. Dan timen we hem gewoon tot hij vol is.
Het kan best wel zijn dat het... moeten we eerst even proberen of die überhaupt geeft en hoe hevig. Probeer zachtjes. Klikken. En dan weg. Probeer weer. Ja, of die zet is hardkomt. Toe. Dan moet je niet onderhebben. Ja, maar ik hoorde... Nee, want hij moet sowieso druk opbouwen. Draait hij nou toch weer verkeerd om dan? Ja, dat is hem. Oh, hier, kijk. De verkeerde kraant. Nou, hoor even. Deze gelijk vastzetten? Ja, laten we dat doen. Hij is zwaar. Ja, dat zou misschien ook doen. Ja, maar nou denk ik dat het kwestie is van hem gewoon eruit te trekken. Kijk. Deze. Moet je die pakken? Ja, doen we wat. Even een stukje hout al klaarleggen, om op kunnen leggen, want we hebben een hypo-wiet. Hier. Oh nee, oh zo. Hij mag gewoon zo liggen hoor, dat maakt niet uit. Kijk. Ah. Oh. Gelijk vastlassen, het is meteen sper. Ja, die moeten we, ja, inderdaad. Laten we hem gewoon maar toch maar echt gewoon heel goed schoonmaken. Daar? Nou, hier zit niks in, maar het straalgrid zit allemaal daar. Het zit in die uiteindes. Ja, kijk hier. Dus de ventilatie van de achteras. Daar moeten we gewoon gelijk even een slang aan gaan maken. Een slangpilaar. Burp, slang naar boven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat dadelijk een of ander patserautootje wordt om alleen mee over het hart te rijden. Hè? Gewoon dwars door de slijk baggeren met je ding. Daarvoor gaan we natuurlijk wel bruut maken. Je moet even met de accu een rondje gaan lopen. Van de platte kant uit de wielen te halen, jongen. Ja. Nee hoor. Zo heel zielig weglopen. Nou. Ja. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Ja, dit is interessant. Hier heb ik het echt toevallig nog pas geleden over gehad met een tandwielenspecialist. En dit is een hypoïd tandwieloverbrenging. Dus je hebt eigenlijk een kroonwiel en een pinjonwiel. En eigenlijk wat je hebt, is dat die as, je ziet het, deze... Van het pinjonwiel, die komt eigenlijk niet in het hart uit van deze. Die is zo versprongen. En daar hadden we het over, waarom zou dat nou gedaan zijn? En nou, dat is natuurlijk, het is eigenlijk bijna een soort van wormwiel, hè, als je daarin kijkt. Dat wieltje wat hem aandrijft. Nou, dat heeft natuurlijk verschillende redenen. En waarschijnlijk de eerste reden is denk ik dat die tanden hier dan veel groter zijn. Dat die een grotere kracht kan overbrengen. Maar wat ook een ding is natuurlijk... Dat voor je aandrijflijn wel handig is. Want kijk, als jij hier zeg maar jouw as hebt en jouw wiel. En je gaat hier met jouw aandrijfas gewoon lager. Kun je met jouw hele aandrijving ook lager worden. En je lager zwaartepunt krijgt. Dat is natuurlijk wel te goede van de weg liggen. Dus. Maar ja, goed, wat daar echt precies de hele beweegredenen achter zijn. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval met een hypoïd tandwiel dingen is. Dat weet ik wel. Dat is interessant. Het zit in een achteras van zijn auto. Dat blijft nog een indruk. Kijk. Nou, dat kunnen we wel timen. Je moet wel in één keer drukken dan. Ja. Kijk, zo komen we aan ons olietje vertellen. Ja. Zal ik hem even vasthouden? Kijk, zo hebben we infinite olie. Oh, en nou aanzetten. Ja. Zo hebben we infinite olie, hè? Dat weten hun niet. Ja, precies. Kijk, zo. Zo doen we dat. Even, dat is altijd belangrijk. Hydraulische olie bijvullen. Kijk. Dat is echt super handig. Niemand weet dit. We kunnen gewoon hier aftappen en daar weer in gieten. Leg even de toppotje gereden, want die komt ook niet niks erdoor. Oh, ja. Ja, die mag gewoon aanblijven, zolang je niet op het knopje drukt. Die beurt. Dit is spannend. Twee dingen gelijk in haat houden. Dat lukt wel, toch? Ja, dus 3, 2, 1. Ja. Hop. 5,52. Oké. Okay. We hebben nu in 5 hoeveel seconden? Ja, ongeveer 6 seconden doen we 1,5 liter. Ja. Dus dat is in 4 seconden een liter. Dus dat is 4 keer 60 dan. Nee, dat is 60 gedeeld door 4 dan. En dan zitten we op 15 liter per minuut. Dus we zitten eigenlijk met onze flow zitten we gewoon goed voor die zaag. Dat is 12 liter per minuut. En deze doet dus 15 liter per minuut. Ik dacht 21 dat erop stond. Was dat 21? We kunnen even kijken nog in het boekje. 22 liter per minuut. Ah, 22. En we hebben 15. Dus we hebben inderdaad. Dus hij zou normaal wel sneller zagen. Ja, 22 liter per minuut. Laten we de koppeling eraf draaien. Kunnen we erop draaien eigenlijk? Ja. Ja, maar alleen oppassen dat de slangen niet barsten. Maar. Ja, nee, die barsten niet, want de flow gaat omhoog dan.
Hij kan, het is een variabele pomp schijnbaar. Ik ben even aan het kijken in de afbeeldingen, Vickers. En het is zo te zien een plunjerpomp. En ik zag hier een soort van scharnier, gewoon een soort van asje. Dus met een spiegelplaat waarschijnlijk. En dan, dan kunnen we daar die, die slag bepalen. Dan hebben we die flens eraf gehaald. We zien. Hier. Het zit gelijk vol met stof. Dat moeten we wel even goed uitspoelen allemaal. Ja, je hebt even je poetscapaciteit laten zien, Ivo. We hebben gewoon een typeplaatje schoon weten te maken. We hebben hier een type. En hier zien we de gegevens. Hij doet 10,5 cc per omwenteling. Zie je dat? CM3, hè? Dat is cubes. En dan slash R, dus dat is per rotation. Hè? En hij is variabel, dus hij kan nog meer geven, dus waarschijnlijk. Oh ja, 10,5 cc keer 1450. Hoeveel liter zijn we dat hij per minuut deed? 15. Oh, ja. 15. Dus hij zal niet harder kunnen. Dus wat hij nou doet, dat is wat hij doet. Want die elektromotor draait 1450 waarschijnlijk. Even het toertal opzoeken, want het staat er natuurlijk ook gewoon. Yo, Jasper zei, moet je kijken hoeveel straalgrit daarin zit. Zie je dat? Hier. Zo. Hier. Oh, nou, dat was echt... dat was niet veel, denk ik, voordat alles kapot gelopen was. Ja, zie je. Nou, dat is goed dat we hem even duchtig spoelen. Dan kunnen we hem kunnen binnenkort gaan we aan die Hilux gaan beginnen met dingen monteren. Ook. Ja. Dat zou ook leuk zijn. Dit heb jij nodig voor die Orbitrol. Zie je dat? Oh ja. Dat is een meetpuntje. Je moet even kijken wat voor koppelingetje het is. Ik heb daar nog meer koppelingetjes liggen. Volgens dit is mij is 12L het... volgens mij toch? Nee. Dit is, ja, dit is 12L ja, inderdaad. Ja. Ja. Oh ja, je wou zeggen, je kunt ook deze ertussen uithalen. Ja, dat zou ook nog kunnen zelfs. Ik kan hem gewoon met de hand ook draaien. Ja. Oeh, maar wacht even. Dan ga ik er aan draaien. Dan ga ik eerst dat ding aanzetten. Die hebben allemaal te lang stilgelegen, die koppelingetjes. Dat is een nieuwe geit. Deze. Wacht, even zo. Ja, zo. Douwen dan, ja. Ja, zo. Hey, dat doen wij goed zo. Kijk, ja. Druk maar op het knopje. Kijk eens. Ja. Hey. Hey. Hey, de druk gaat omdraaien. Ja, natuurlijk, omdat hij heeft een restrictie, hè. Hier. Kijk. Ja, dat komt omdat hij gewoon restrictie ondervindt daar. En daarom gaat die druk nou omhoog. Als de flow omhoog gaat, kan op een gegeven moment de flow niet meer omhoog. Maar dan gaat de druk omhoog natuurlijk. Ja, dan gaat de flow ook wel weer iets omhoog. Maar kijk, zie je? Als ik nou echt heel, ik kan het heel langzaam laten draaien. Zie je? Maar lijkt schattig, hè? Maar die hou je niet tegen, hoor, dat. Die is sterk, jongen, nou. Zo'n maishakslaar of zo, als hij begint te rijden, dan hoor je dat ook, hè? Ja, hou maar gerust niet vast. Sterk, hoor. Kijk hier. Wikkelt zijn eigen helemaal op. Zou ik ze heel langzaam laten draaien? Hier. Nou, hier hou jij niet vast. Je moet twee handen proberen, maar dan hou je gewoon niet vast, hoor. Dat is kei sterk. Je had hem net, hoor. Ja, jij liet hem los, dat hoor ik ook wel. Kijk. Ja, en nu weer. Nou, dan zo, hè? Ja, we hebben nou de koppelingen gewoon in elkaar gedaan. Kijk hier. Hier. Kijk. Hier, die flow omhoog brengt, dan gaat die druk ook alweer omhoog natuurlijk. Dat is gewoon puur de restrictie die je in die koppelingen ondervindt. Oké. Okay. Mooi. Kijk, dat is een goede zaak. Ja. Ja, ik ben allemaal aan het nadenken over een hydraulisch apparaat waar we onder een tank kunnen rijden om hem te verplaatsen. Dus eigenlijk gewoon een hydraulische powerpack ook. Dus die kunnen we dan ook gewoon in de werkplaats overal bijrijden en zo, waar we dan iets met hydrauliek willen doen. Zo bijvoorbeeld een pers willen maken of een of ander werktuig om rupsbanden los te jutteren bijvoorbeeld. Dat werkt natuurlijk met hydrauliek vele malen mooier en gecontroleerder dan alleen elektrisch eigenlijk. Ja, het is ja om een frequentieregelaar en zo kan werken, maar dit is natuurlijk gewoon veel meer hufterproof. Dit is eigenlijk gewoon eenvoudig, degelijk gewoon. Wat ik eigenlijk wil maken is eigenlijk een soort van hele grote lompe pompwagen, had ik bedacht.
Met van die heftruckwielen, die hebben we nog wel liggen, maar die zijn volgens mij net te hoog, al toevallig pas gemeten. Het punt eigenlijk is dat we staan altijd die dingen op en neer te lieren. Net als, nou staat daar natuurlijk die type 960 als een zwaar lijk. En elke keer als we daar iets mee willen en we willen hem verplaatsen, ja, dan moeten we hem ofwel hier met die staaldraadtakel naar binnen lieren. Of we moeten hem weer met iets naar buiten trekken. En dat is echt een boel geklooi. En we kunnen hem ook al helemaal niet eens de bocht omkrijgen. Dus eigenlijk als we hem, we kunnen hem naar buiten rollen, maar ja, dan staat hij daar. En vervolgens krijgen we hem ook weer niet gedraaid. En zo een is ook wel te zwaar om echt met de DAF aan te pakken. Met de BNP ging het wel, met de kraan van de DAF. Maar ik denk met die dat dat niet gaat. Want die BNP weegt even voor de vergelijking. Die weegt iets in de 15 ton. En die weegt 37 ton. Dus dat is net wel even iets anders. Dus had ik gedacht, als we zo'n soort van pompwagen maken die hydraulisch kan rijden. Die eigenlijk zijn eigen kan schrap zetten. Hè? Want eigenlijk als jij dit ding wil wegslepen, dan moet je eigenlijk een heel zwaar voertuig hebben natuurlijk die dat doet. Anders gaat hij natuurlijk slippen. Maar als je gewoon het gewicht van het voertuig waar je wil verplaatsen kan gebruiken. Dus eigenlijk doordat hij gewoon eronder rijdt en zijn eigen gewoon afzet. Dat je eigenlijk het voertuig optilt. En dan zouden we bijvoorbeeld met van die kettingen, die normaal ook worden gebruikt om het zo'n ding op een dieplader mee vast te sjorren. Als we die zo kruislings zo onder, naar dat karretje wat dan onder die tank staat, vastzetten. Nou, dan zit die helemaal gefixeerd. En dan zou er eigenlijk een soort van draaischotel eigenlijk onder moeten zitten, dat je onderstel kan draaien. Dus dan kun je hem zeg maar aan de voorkant een beetje eronder rijden. Dan kan je hem vastmaken. Dan kan je zijn eigen optillen, kan hij ook zijn eigen draaien. En dan kan je dus ook bijvoorbeeld, als je dan de karretje rijke haaks onderzet, dan zou je bijvoorbeeld heel die kop zou je dan zo om kunnen zwenken eigenlijk. Dus dat je hem echt gewoon kan positioneren. Ja, dat leek mij wel een ruig ding om een keer eens over na te denken en te bouwen. Ik denk ook dat dat niet een ding is waar je heel lang aan moet werken. Je moet alleen even bedenken wat we met die aandrijving willen doen. Ik denk dat deze powerpackje wel een beetje aan de lichte kant is daarvoor. Ik denk dat we wel iets bruts nodig hebben nog misschien. Maar ik denk wel dat het al een mooi project is om een keer te bouwen. En ik denk ook dat er wel erg van pas gaat komen. Als deze weggaat, komt er waarschijnlijk toch weer een nieuw project voor in de plek. En dat zal waarschijnlijk wel weer net zo'n lompzwaar ding zijn, wat dan weer niet te verplaatsen is. En maar dan wel. En die Dandy. Hey, Gert. Wat vet dikke grondwerken Gert is hier in de house. Kijk aan. Ja, mooi. We hebben nog even een kleine demo. Ja. Kijk, ik zou nou kunnen zeggen dat jij natuurlijk in Goes staat daar, dat je daar ook een demo gaat geven, maar dat is te laat, want als iedereen het ziet is dan maandag, dus dan ben je helaas te laat, want het was afgelopen weekend. Ja, dat is. Ik ga nog een keer.
graden is het, dus... Stomme is... Hey. Oh, de bak kan niet verder. Hé, hey, waarom gaat die kan nou niet op? De bak dicht. Kan niet verder. Oh ja, wel, wacht, nu wel. Als je hem opkiept, moet je hem met elkaar rechtzetten, hè? Heel voorzichtig, hè? Oh, spannend. Oh, ja! Dat is goed. Oeh, als je nou gaat kiepen, dan verandert eigenlijk het zwaartepunt, hè? En dan geldt het je achterover. Ik wil het eigenlijk filmen met mijn telefoon ook. Ja, sperren, hè? Hij kan alle assen gewoon sperren. Dat is een serveretje op. Ja, er zit gewoon een versnellingsbak in met een tweede versnellingsbakje. Normaal, je zegt gewoon net als bij een echte vrachtwagen. Je hebt gewoon de motor ligt echt daarvoor in. Hier heb je echt een versnellingsbakje. Gewoon met twee versnellingen. Vervolgens echt kardanasje hier naar de tussenbak. Hier kardanas naar de assen toe. En deze die zijn ook allemaal, die kun je nog allemaal sperren ook. Dat is echt niet normaal. Die zijn gewoon kabeltjes, die kan je echt elke as gewoon sperren. En dat tankje daar, dat vind ik echt aardig. Dat is een olietankje, ja. Deze. Dat is voor de, want de keeper is ook hydraulisch. Ja. Dat is hydraulisch, ja. Ja, het is echt gek. Het is allemaal staal, hè, dit. Hier. Dit ding is echt zwaar. Hier, kijk dan. Een telescoopcilinder daarin. Ja, het is toch normaal. Nee, ik hoef dat niet per se, maar ik vind het wel heel mooi. Nee, nee, ik wil wel een echte. Ik wil een echte. Oh, wat is dat? Ja, ik heb het mee in België gereden, ja. Oh, joh. Handig, want dan kun je eigenlijk net zoals bij zijn Alban zo'n zwenk zien, maar dan zwenkt heel de bovenkant gewoon. Dan kun je gewoon naast jou, kun je naast de wagen rijden en dan bossen. Ja, dit is versnelling 2. Hier! Hij gaat echt hard al, hè? Hier! Dat pak je dan niet. Dat is 1. Tandjepoetsen. Ja, ja. De knipperlichten gaan gewoon aan als hij stuurt, zie je dat? Ik dacht dat het alarmlicht aan stond de hele tijd, maar dat kan ook toch? Hier. Dat is echt een sinkhole daar, niet te zuinig. Je hebt er wel zand in gekiept, maar het is gewoon steeds water hoor daar. Het is nou wel bruin geworden. Ja, nou, maar het is overigens geen grondwater dit, hè. Het is gewoon water wat van uit de put omhoog gekomen is en toen hierheen gelopen is. We zijn hier gewoon even alle nippeltjes in elkaar aan het draaien, de hydrauliek-nippeltjes. Kijk, we 12, 11, we hadden een verloop nodig van 12 naar 15. Ja, hij heeft hem dan. Dat is dit ook niet doen. Mag ik kijken? Deze is hem, hè, zei jij. Ja. Nee, maar deze is hem niet. Hoe niet? Nee, hij speelt 12. Vast. Nee, nee, kijk maar. Dat is geen snijringkoppeling die kant. Zie je? Dat is jammer, hè? Maar die past wel, misschien hierin. Dat is een inschroeven. Ja, check. Zo, we gaan nog even een beetje opruimen en... Tom gaat even de onderdeeltjes bestellen voor zijn testopstelling. Ja, Tom. Ik zal mijn best doen. Ja, de hele tijd loopt hij daarmee weg. Dan is hij weer bezig en dan is hij gelijk afgeleid. Ja. Moet gewoon doorpakken. Even die dingen bestellen. Dan kunnen we maandag die orbitrol testen, die stuurpomp. Ja, maar wij zijn hoe dat heet. Waarom gaan we daar nou naar kijken? We gaan die shit bestellen. Shit? Yes. We gaan nog even een beetje opruimen en dan is het mooi geweest.
Dus dan, ik zou zeggen, allemaal hartstikke bedankt voor de gezelligheid. En de assistentie, die gaan daar lekker een pilsen drinken natuurlijk. Hè? Nou, ik ben de livestream. Als je nou denkt, livestream. We hebben natuurlijk elke vrijdagmiddag om 4 uur. Ja, het wordt wel meestal wel een beetje later stiekem. Maar vandaag zijn we op tijd. Hebben we een livestream voor onze Patreons. Altijd gezellig. Een beetje bijpraten over de week en alle komende plannen en zo. Dus als je daar nou bij wil zijn, dan moet je gewoon lid worden van onze Patreon. Ja, de link staat in de omschrijving. Nou ja. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes. En dan kun je ook gewoon direct je input geven. Hè? Dus als je dan zegt van dat ik niet mijn tank mag sleutelen bijvoorbeeld. Dan hoef je dat niet per se in het comments te typen. Dan kan je gewoon Patreon worden. Hè? En dan kun je gewoon tijdens de livestream dan zeggen. En dan ook zeg je, oh, dat doe ik altijd zo. Zoiets bijvoorbeeld. Hey. Ja. Brilliant. Genoeg gekletst. Yes. We gaan het afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe. 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 Oh ja, en natuurlijk allemaal even goede suggesties geven voor onze hydraulische tank mover. Ja, dat dus. Hey, tot de volgende! Houdoe!